Het heeft gesneeuwd vannacht. En nu regent het. En dit is het resultaat. IJs. IJs. IJsie, IJs. We moeten straks naar Kuilsfors. Daar moeten we tanken. En glas en blik weggooien. Dus dat wordt een glijbaan. We gaan het wel merken. Het is elke keer weer een avontuur. Je ziet precies waar ik heb gelopen. Maar hier is een konijn of een haas geweest. Die heeft van zijn moeder geleerd oversteken bij de oranje paaltjes. Nou, dat heeft hij netjes gedaan. Een rookworst en een rol met bladerdeeg. En de deur die komt. Voor Steve gaan we met blik en glas. Het waait als de hel, uiteraard. Waarom zou dat het niet doen? Indy! Kom, druif. Nou, de sneeuw is er weer bijna weg. Het is heel guur. Oh ja, wat gekke. Ja, wat doe je dan? Zo. Oh, hij zit. Het ijs is glibberig op de weg. Zo, ben jij aan het rallycrossen, gast? Ja, ik ga ook weer het gaten. Oh ja, de gaten. Zoek de gaten. Nou, hier zijn we een paar gaten. Oh, dit is ijs. Oh, oké dan. Glimmend ijs. Altijd interessant. Ik zie een rookworstreflectie. Monique's rookworst. En die is voor Steve. Nou, Steve vond het geweldig toen hij het hoorde. Oh, die lust ik wel, zei hij. Nou, ik had niks anders verwacht eigenlijk. Ja, er zijn meer mensen die vragen van wat mis je nou uit Nederland? Nou, steeds minder. Want in het begin dan zeg je tegen jezelf, oh, maar dan heb ik dat niet meer en daar kan ik niet meer aan komen. En dan ga je het ineens missen. Dat hadden wij met haring. Wij zijn gek op haring, maar als je nou kijkt hoe vaak we het aten in Nederland, toen we daar gewoken. Nou, misschien één keer in de maand. Maar ineens vind je dat je haring mist. Nou, dat hebben we niet meer. Als we in Nederland zijn, dan halen we inderdaad wel een haringje. Maar als het vergeet, is het ook niet erg. Je kunt al druk op sturen. Nee, je gaat niet opsturen alsjeblieft. Je postbode doet zo zijn best. Komt iemand met van die stinkende pakketjes mee met zo'n plastic zakje eromheen. Ja, dit pakketje is kapot gegaan in de post. Nou, je hebt hem hoor. Zeker voor die Hollanders. Nou, doe maar niet. Niet doen. Maar nou ja, zo gaat het een beetje. Wat we nog meer missen, werd gevraagd. Ja, ik ben heel voorzichtig met noemen nu, want anders dan heb ik gelijk een week of twee later. Nee. Ja. We zijn echt heel erg blij met wat jullie sturen, maar het is eigenlijk gewoon te gek. Het is hartstikke leuk. Ik heb met verschillende mensen heb ik toch eigenlijk wel regelmatig contact via mail of via sms. En dat is gewoon leuk. En dat meen ik oprecht. Maar dat wil niet zeggen dat je per se iets moet terugdoen. Oh, gaten. Het wil helemaal niet zeggen dat jullie iets terug moeten doen. We vinden het leuk om te doen. En we doen het ook natuurlijk voor onze familie en bekenden. En ik zal die kant even filmen, want het is veel spannender dan die rare kop van mij. Dus we blijven het lekker doen. We vinden het leuk om ons leven op die manier te delen met jullie. En we vinden het heel leuk om te horen wat jullie daarvan vinden. En als jullie het leuk vinden, mag je natuurlijk gewoon dingen opsturen. Maar voel je alsjeblieft niet verplicht. Het is helemaal niet nodig. We doen dit graag. Nog een gat, weer een gat. Is het glad? Zo, dat ruimt. Ruimt nog ook kachelpook. Oh, dit is wel oef. Erg rallycross. Speedway, glad. We gaan even blik en glas weggooien. Geertje gaat even tanken en dan moet hij even kroonsteentjes en tireps had hij besteld en onze vitamine C. Solgar.
Kun je hier wel bestellen, maar dan zit je er 3 weken op te wachten. En als je het via Amazon doet, dan hebben we het binnen 4 dagen. Triest, maar waar. Onze vitamine C was op. De benzine kost bij ons 18,44 kronen, de 95. 18,44 de 95. De diesel 20,87. 85 is 15,34. Wel een beetje snel. En ik denk ook niet dat dat nog gaat zakken. Zo. Zo, zit hij weer vol. De prutmobiel. We kunnen weer rijden. Ja. Nou, die 2 pakjes ophalen, of is het... Het waren 2 pakjes, zei jij, hè? Ja. Voor de verbouwing. Ja, dus kosten voor de verbouwing gaan gewoon door natuurlijk. En mensen die horen niet bij dat voornemen van niet uitgeven. Dat is puur luxe spul. Wat je krijgt als je een avond niks te doen hebt met je laptop op schoot. En denkt, nou, laten we eens even gaan Amazon shoppen. Nou, dat doen we dus niet meer. Alleen nou zoek ik een cadeautje voor mijn zusje. Want die is jarig februari. Ja, en dan hebben wij hier helemaal geen cadeauwinkels. Dus dan moet je wel Amazon shoppen. Maar ja, dan vind je geen reet. Dat is altijd. Oké, zie jullie zo. Zo. Sinaasappeltjes gekocht. En wat andere dingetjes. Kijken hoe we dat gaan versieren. Want je hebt zo'n klein autootje, jij. Die Hemhawk heet die ding in het Engels. Maar die heet het Suitfles met been. Dat zijn eigenlijk gewoon varkensdij met een stuk poot. Daar kun je hele goede bouillon van maken. En nou is er een Franse chef-kok. Julien heet die, Julien. En die woont in Dartmouth in Engeland aan de kust. Hij verkoopt ook dingen als zelfgemaakte paté en nou ja, dat soort zaken. En dat heeft hij allemaal op video. Het zijn oude video's trouwens, maar die recepten laten heel nauwkeurig zien. En we zijn eigenlijk gek van die gast. Dus ik dacht, als ik die dingen nog eens tegenkom, dan ga ik dat maken. En ik heb ook allerlei soepgroenten ingevroren. Een paar maanden geleden, dus die ga ik dan gebruiken. Gewoon soepgroenten uit de tuin. Dus dat is misschien wel een goeie om vandaag te doen. Dus lekker stoken die dingen. Lekker bouillon van trekken. En dan van het vlees... Hoe noemde hij dat nou, joh? Hij noemde dat geen paté. Hoe heette dat nou ook alweer? Weet jij dat nog? Brood. Nee, lolo. Terrine noemde hij dat. Een terrine. Terrine, ja. Een terrine. Frans woord terrine. Voor voor zo'n langwerpig pannetje. En er gaat heel veel peper in. Heel veel peper. Heel veel groenten. Heel veel soepgroenten en dan garlic en pepper. Dus daar ga ik absoluut die lekkere groenten in, die lekkere kruiden in gooien. Kan je er soep van maken? Nou, dat wordt soep. Dus yummy yummy. Wordt het misschien weer koken Marleen deze keer? Geen idee. Van een weertje. Geen dier wat zich laat zien zo. We hebben allemaal een paraplu gevonden, een groene paraplu. Daar liggen ze lekker onder het herkauwen de hele dag. Oké, zie jullie straks. Nou, Geer achtergelaten. Ik loop terug naar huis. Want ik ga bezig met mijn eigen projectjes. Kijk eens hoe leuk. Mooi, hè? Wel raar om hier te lopen zonder hond eigenlijk. Geer is hard aan het werk op zolder bij Steve. Ze gaan die 2 zijbinten plaatsen aan elke balk. Zodat er een waterpas vloer ontstaat. Of in ieder geval een jasje wind. Een waterpas constructie waar Steve de vloer op kan leggen. Even laten zien hoe die bomen weer tekeer gaan. Dit zijn wel stevige jongens, maar dat zegt allemaal niet zoveel, hè?
Dat is nou toch zo jammer. Mijn accu was leeg. Maar ik heb hem wel. Terug zijn we. Dit is Flask Leg heet dat. Remat. Nou ben ik geen grote varkensvleeseter. Maar zo in de soep, als bouillon en in een terrine vind ik dat best smakelijk. Dus die ga ik vandaag klaarmaken. Even nog kijken naar de kaartjes die ik laatst heb gehad. De kerstkaart heb ik weggedaan inmiddels, maar deze heb ik nog liggen. En die maken het zo fleurig hier, dus dat vind ik echt wel heel erg leuk. Samen met de tekeningetjes van Kjeld en Finn. Die ik blijf bewaren uiteraard. Nou, dan gaan we aan de slag. De kachel doet het nog, dus dat is mooi. Dan ga ik die andere aanmaken en dan vinden we elkaar wel weer ergens. Tot zo! Nou, wel goed. Bijvoorbeeld een kiertje. Mooi. Hey, kom nou. Daar komt de familie thuis. Hallo. Hey, hoe ben je dan? Ben je klaar? Nee, maar kom maar halen. Ik moet kruiden. Ja, ik ga soep maken. En Tarie, lekker, lekker. Zo. Kijk. Dit moet eerst aan de kook. Dus dan gaan we er eerst even andere kruiden in doen nog. Koriander. Tijm. Even kijken. Pasta's, kruiden, gedroogde groenten, kruiden mixen. Bamboes, taco's, bouillon. Thank you.
Nou, hier gaan we nog veel meer in doen. Dat gaan we nog veel meer verrijken, maar voorlopig doe ik de deksel erop. Deksel erop. En die laten we lekker gaan. Dit gaat goed. En dan gaat die dicht. En dan gaan we over een half uurtje even kijken. Dit gaat trouwens ook nog steeds goed. Mijn mini tuintje. Als je hier kan zien. Hier heb ik een preigoeie. Die andere, die doet het niet. Die. Maar die zorgt gewoon voor voeding voor de rest. Er komen wel wortels uit. Maar... En dit zijn best wel stevige plantjes geworden. Met een hele hoop wortels. Dus ik laat hem gewoon gaan. Als ik in het voorjaar nog blad over heb, dan plant ik ze gewoon. Dus dan heeft deze plant het overleefd. Dus lavas, soepgroenten. Oké, die laten we met rust. En dan gaan we door met de orde van de dag. Opruimen, deze bende. Dat bijvoorbeeld. Even zoeken op YouTube. Naar Julien Dortmouth. En dan was het, hoe heette dat spul... Terrine. Kijk wat er tevoorschijn komt. Ja, dat is hem. Topcameraman heet het kanaal. En How to make a French ham hock terrine with the French baker TV chef Julien Picamille heette die. Dit is de video waarbij hij dus die ham hock maakt. En ik zal jullie deze link, zie hem hierboven, die zal ik onder in de beschrijving zetten, mocht je geïnteresseerd zijn in het recept. Kijk dan deze video, het is in het Engels, maar jammer genoeg heeft hij er geen beschrijving bij staan. Maar dit is fantastisch, die hele kerel is ook geweldig. Ik moet even kijken waar ik hem kan vinden. Ja, dit is hem, hij heeft een klein staartje. Steve had vroeger ook zo'n staartje in zijn haar. That's nice. Hij is leuk. Hij maakt de lekkerste dingen. Dit is eigenlijk niet typisch voor hem met vlees werken, want That's het is een banketbakker. Maar hij is ook chef-kok. Oké, deze link die ga ik zetten in de beschrijving voor jullie. En mocht het weer een volle vlog zijn, dan zou ik zeggen tot de volgende. Bye!